Goeiedag. Vandaag de update van 2 april 2020. Met aandacht voor de status en informatie over het coronavirus in de regio Rivierenland, waarin we zoveel mogelijk met z'n allen thuis blijven. En wij u natuurlijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de regio. Het totaal aantal positief geteste personen is landelijk gestegen tot 14.797. En de ziekenhuisopnames zijn gestegen tot 5784. Het aantal overleden personen is gestegen tot 1339. En u weet het, de berichtgeving van het RIVM is aangepast. En we geven u daarom ook niet meer door hoeveel personen er positief getest zijn per regio, maar alleen het aantal mensen dat is opgenomen in de ziekenhuizen. En hoe weet u nu eigenlijk, voordat we de kaart laten zien, of u het coronavirus heeft? Heeft u koorts of heeft u last van hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid? Ja, dan blijf thuis en ziek uit. De kans dat u het coronavirus dan onder de leden heeft is groot. Heeft u meer dan 38 graden koorts en moet u hoesten en ademt u heel moeilijk, blijf dan thuis en bel de huisarts voor een consult of voor advies. En dan nu tijd voor de kaart en uiteraard het aantal ziekenhuisopnames die er momenteel zijn bij ons in de regio. We kijken allereerst naar Culemborg en dan zien we dat er 17 mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen. In Buren zijn dat er 5. In Neder-Betuwe 26. In West-Maas en Waal 9. In Tiel zijn dat er 21. In West-Betuwe zijn dat er 15. En het totaal komt daarmee op 93 personen die uit de regio nu in het ziekenhuis liggen. Dat is niet zo fraai. En nogmaals, het verzoek: blijft u alstublieft binnen. Het wordt prachtig weer, ook de komende dagen. En dan is het natuurlijk heel verleidelijk om met z'n allen op stap te gaan. Maar nogmaals, hou het even in de tuin of op het balkon, maar blijf zoveel mogelijk thuis. En dan, u ziet hier een Japanse dame. U denkt dat in Nederland de problemen groot zijn, maar ook in de muzieksector is er van alles en nog wat aan de hand. Ik ga zo dadelijk praten met een dame die uit Japan afkomstig is en die in Nederland woonachtig is op dit moment. En die zou ook gaan optreden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Matthäus Passion. En ik praat erover met Kanako Abe. En dat doe ik in de Engelse taal. Dus ik hoop dat u kan volgen en anders even het woordenboek erbij. I'm talking now to Kanako Abe. Hello Kanako. The first question, what does a Japanese woman doing in Holland? I am a classical musician from Japan. And my profession is orchestra conductor and composer and pianist. And I am doing my professional activity as a musician based in Europe. So for almost 20 years I was living in Paris and doing my activity based in France. And since 3 years I'm living here in The Hague in the Netherlands and continue my activity. Secondly, what is the current situation in Japan, and is it similar to the situation in Holland? Well, the situation of corona crisis in Japan started earlier than in Netherlands. So there is the gap, the time gap of the wave of corona crisis between Asian countries and the European countries. So in Japan it started around February, and already in February all schools closed and a lot of events started to be cancelled. Then few weeks after this big wave came to European countries. And now Japan is a bit more calm situation. But after the Japanese government announced the postpone of Olympic game to the next year, the situation is getting a bit worse. And now maybe some big city will be locked down. So that I can't really understand what is happening in global situation in this planet. But I hope that in 1 month or two, everything will be calmed down in everywhere in the world. And are you missing a lot of work at the moment?
Yes, as for my work, normally I was supposed to be in Japan from the mid of March and the mid of April to conduct some important concert, including the concert with New Japan Philharmonic Orchestra in Tokyo. So the ticket was almost sold out, and I was really looking forward to make my debut with this New Japan Philharmonic Orchestra. So and it was so sorry. And some other concert, and also all concert until end of June in France was canceled or postponed to the next season. So it was very heartbreaking period. I think not only for me, but for a lot of professional musicians. And Bach is one of your favorites. What are you going to play for us? Yes, I like so much Bach, and as I am pianist, so I was familiarized since my childhood to practice everyday Bach pieces. And now I'm going to perform one of my favorite Bach piece for piano solo, which is from the work which is named the Well-Tempered Clavier. Thank you very much, Kanako, and I wish you all the best. Thank you. Thank you.
Tot zover de update van 2 april. Heeft u nieuws, tips of muzikale bijdragers, dan kunt u deze mailen naar info@regionieuws.tv en mogelijk worden die ook verwerkt in onze televisieprogramma's. U kunt ons natuurlijk ook blijven volgen. Dat doet u op onze website de hele dag door op www.regiotvtiel.nl. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.